Yo de gasten en welkom bij de eerste FIFA 16 video op mijn kanaal. Het is een pack opening. Ja, weet je, het is niet dat ik nu opeens een miljoenenjacht of een grote Inter kan gaan beginnen. Heel veel mensen die vroegen daar wel om, maar dat gaat natuurlijk niet. Eerst kijken wat de valuta met coins, hoe dat allemaal uit gaat pakken. Daar maak ik me niet zo heel druk om. Maar in de tussentijd moeten we dus even wat coins op de bank krijgen. En dat gaan we doen door wat packs te openen. We gaan natuurlijk gewoon proberen deze man, niet Ronaldo, boeit me niet, Guarín. Oh, kijk zijn style. Boah, kijk ze, stadsgek. Wat een beest. En Ronaldo zou ook mooi meegenomen zijn. Daar niet van. Maar daarvoor gaan we wat packs openen. En ik moet eigenlijk nog alles een beetje uitzoeken. FUT-draft, wel één entry zie ik. Dat is ook chill. Maar de store. Eerste packs openen van het seizoen. Eerste pack ooit op FIFA 16. Behalve dan die starter packs die je in het begin krijgt. Leo Messi. Serieus. Wat een begin. Nou, ik ga niet zeuren. Weet je, misschien duurt het allemaal nog even voordat we dan wat goede spelers gaan krijgen. Ik ga het allemaal naar mijn club sturen en dan zoek ik daarna allemaal uit wat ik ga discarden en wat niet. Ik weet nog niet aan het begin wat allemaal veel coins waard is. Voor hetzelfde geld is een non-rare speler, omdat hij uit een populaire league komt, nog wel wat coins waard. Tweede pack, Baba. Ja, ik wist het. Baba, die gaat volgens mij wel voor wat, omdat hij getransferd is. Hoeveel zou die kosten? Compare price? 4000, 3000, 3000, iets. Ik ga hem voor 3000 listen. De coins hebben we gewoon nodig in het begin. Sanson, Garcia, Arsenal, Away Kit. Oh, die ziet er best flex uit. Die gaan we gewoon nu al instellen. Ik vind dat goud op zich wel mooi. En voor de rest allemaal naar je club sturen. Even een uitleg voor mensen. Zit ik het nou met coins serieus? Ik zit het met coins te openen. Ik ben zo'n autist. Jongens, hoe krijg ik het voor elkaar? Sabaleta. Wist het. Boah. Hoeveel is hij dan waard? Hij is ook 3000 coins waard achter. Weet je wat, ik ga het maar gewoon listen en dan kijk ik wel of het verkoopt of niet. En als ik dan niet het maximale eruit haal, schijt eraan. Vraag jij je nu af, Raoul, hoe kan het dat jij en andere YouTubers nu al allemaal packs aan het openen zijn en zo, terwijl ik zelf nog niks heb vernomen van heel FIFA? Dat komt omdat wij de Early Access hebben. En dat is namelijk zo dat je op Xbox One, dus de andere FIFA YouTubers, veel FIFA gasten, Koen en Milo en zo, die hebben een speciaal de Xbox One gehaald. Maar dat komt ook omdat ze dus zoveel gezeik hadden met PlayStation, dat ze nu zoiets achter, weet je wat, dat boeit me niet. Ik wil nu gewoon eens even normaal FIFA kunnen spelen zonder dat ik moet twijfelen of ik wel op mijn PlayStation kan inloggen. Wat ook gewoon onzin is, want zo'n ding hoort het gewoon te doen. Je betaalt een paar honderd euro ervoor en je betaalt geld voor een PSN abonnement. Maar ze hebben nu een Xbox One gekocht. Oetje. Ze hebben nu een Xbox One gekocht. En het is leuk, want dan de Xbox One is mijn favoriete console. Nu kunnen ze daar gewoon, kunnen we daar potjes op doen. Maar op die Xbox One kan je dus voor 4 euro een Early Access abonnement halen. En dan kan je 10 uur lang FIFA 16 spelen. Agger, ook niet echt om over een huis te schrijven. Dan kan je 10 uur lang FIFA 16 meespelen, zoals ik al zei. En dan kunnen we alvast dat gameplay opnemen. Oké, een keer iets van waarde. Hofman, how is it mogelijk? Ja, dit kost dus, ja, het levert dus allemaal geen drol. Ben ik weer met coins aan het openen? Oh mijn god, Raoul. Oh. Van der Vaart. Ik ben gewoon, zo schiet het niet op, jongen. Beter opletten. Het is zo'n gewoonte. Ik heb al zo lang niet meer met FIFA Points packs geopend, dat ik nu moeite heb met het wennen eraan. FIFA Points, FIFA Points, FIFA Points. Stap het erin. Niet skippen, mag niet. Jonge Hubo-chan, hou op, grap. Je ziet eigenlijk niet eens zo heel goed wat nou een rare zilver en wat nou niet een rare zilver kaartje is. Tenminste, ik vind die rare zilver kaartjes niet heel mooi of zo. Lacazette op de voorkant. Misschien Lacazette in de pack. Of gewoon iets anders dat wel heel veel pace heeft. Koekoek, jongen. Nog steeds op die Baba en die Sabaleta en wat BPL-spelers na niks gekregen. Neon, Cattermole, weer goede BPL-speler. Alleen weer denk ik dat ze inderdaad niet meer dan 2000 coins waard zullen zijn. List on Transfermarkt, Cattermole, wat zou jaar waard zijn? Compare price. Ja, dat dacht ik dus al. Echt helemaal geen dol. Discard. En 3000 coins in de pocket. Als we die nu niet uit gaan geven aan een pack, gaat het gewoon helemaal goed komen. Messi op de voorkant, Ronaldo in de pack. Goede verdeling, kan ik me wel wat in vinden. Suarez. En een FUT-draft token. Dit is kapot chill. Want dat betekent dat ik daar geen 15.000 coins of FIFA points aan uit hoef te geven. Helemaal niet verkeerd. Een pack skippen. Tijdje niet gedaan. Ik vind het oppoppen wel leuk op een of andere manier. Skip. Santon. De eerste Interspeler is binnen, jongens. Niet een hele goede. Maar welkom in de club. En ik denk dat ik nu maar gewoon wat gerichter
shit moet gaan discarden. Zoals deze spelers. Die voegen niks toe. Laat ik die maar gewoon discarden en dan de coins daarvoor pakken. Zodat ik dan straks in ieder geval een beetje een goed starter team kan bouwen. Hey Spek, kom op jongens. Feinovic. Daar heb je toch geen ruk aan, joh. En weer discarden. We hebben nu bijna 2000 points uitgegeven. En tot nu toe hebben we mede door mijn dommigheid en stomme beslissingen, door per ongeluk op packs openen te drukken, niet zo heel veel eraan overgehouden. Oh, jongens. Ashley Cole, dit is oké. Okay. Ik wil namelijk denk ik gaan beginnen met een Serie A team. En het is mooi meegenomen als ik daar gewoon al wat spelers van heb. Want dat zorgt er dan voor, en ik weet je, ik stoor dit wel allemaal in mijn club. Dat zorgt ervoor dat ik in ieder geval gewoon wat goede relatiespelers heb. Want wat, oh, bijna coins, hoe. Wat heel veel mensen niet weten is dat met een starter team, wat het belangrijkste is, is dat je ook gewoon een goede bank hebt. Want als je voor elke squad fitnesskaartjes, hey Wenger, die is goed, Muslera is een goede keeper. Als je voor elke squad fitnesskaartjes moet gaan gebruiken, en die moet je dan kopen, dan spaar je nooit coins op. Dus dan heb je er werkelijk waar helemaal geen ruk aan. Kom op. Het hoogste wat we tot nu toe hebben gehad is een 82 weder, toch? Die moest leren. Weer Egger, serieus. Bonaventura, ziek kaartje, grap. Contracten. Santon weer. We hebben nu al twee duplicates. Terwijl we echt gewoon maar 1000ste van de hele FIFA database in ons club hebben. Skip pack. De eerste speler geeft goed aan hoe dit pakje in elkaar zit. Want het is echt trash. Oh, we gaan richting die 3000 FIFA points. We hebben nog niks gehad. Het is wel even wennen om weer gewoon in te komen van oké, je geeft nu niet coins uit, maar FIFA points, wat zeg maar echt heel veel geld kost. Want 12.000 FIFA points is iets van een error. Tjalla. 12.000 FIFA points is iets van 90 euro als je EA Early Access hebt. Je geeft gewoon 90 euro in één keer uit zo'n spel dat gewoon op zichzelf 60 euro kost. Handelen ga ik echt proberen zoveel beter in te worden, want daar kan je gewoon zoveel meer winst uithalen in vergelijking dat je geen echt geld erin hoeft te pompen. Krijg ik nu nog wel mijn pack? Ja, Frey. Elyounoussi. Frey op zich wel. Oké, spelertje. Aantal packs, aantal kits. Healing kaartje. Mooi meegenomen. En nogmaals, gewoon niks om over huis te schrijven. We krijgen zo weinig rare spelers voor mijn gevoel. 3000 FIFA points gespendeerd nu. Iets in de pack. Geen rare speler weer. Herrera, die zal vast wat zijn. Mario Fernandes ook een goed kaartje. Daar niet van. Natcootje! Die linken met elkaar. Dat is misschien chill voor een hybrid. Herrera, jij zou vast wel wat waard zijn. Of niet dan? Ja, kerelman. 2000 coins. FIFA. Points. Twee rare managers. Allebei. Oh, jongen. En de rest mag... fitness, healing, contract en discard. Ik wil gewoon een goed Serie A team in het begin, man. Als ik die spelers dan niet direct krijg het packs, maar goede spelers die ik moet verkopen om dan de spelers te kopen. Of andersom, dat boeit me niet zoveel. Maar dit is echt... Dit is wel echt ruk. Kom op. Kom. Dirkje Kuyt. Ter Stegen. Oké. Hier kunnen we wat mee. Goeie BBVA keeper. Is vast wat waard. Twee. Serieus. Ha. 1500 coinschap. Hoe dan? Di Natale, de legend. Jezus, wat een goede stats. Hij zou echt een fucking goede CAM zijn. En ik zei in Serie A team dat we gaan proberen te fixen. Welkom in de club, Di Natale. Antonio! Di Natale! Skip. Piqué, lol. Dit is tot nu toe, het zegt wel genoeg dat Piqué tot nu toe de speler is die het meest waard is van alles. Hij is tot nu toe het meest waard. Hoe kan dat? Premium gold pack. Fuck! Doe ik het weer met coins? Oh my damn it! Zo schiet het ook gewoon niet op. Jezus. Ik ben zo'n mogol. Echt sorry dat ik mensen daarbij beledig dan, denk ik. Maar hoe de fuck doe ik dit? 7500 coins. Weet je hoeveel spelers je daarvan kan kopen in deze fase van het spel? Oké. Ik had 12... niet met coins, Raoul. Echt, ik moet gewoon een soort van checklist gaan maken. Raoul, packs openen. Ja. Check. Maar zorg dat je zeker weten niet met coins opent. Check. FIFA points. Check. Open nu je pack. Check. Krijg er scheid in. Check. Hey, FIFA pack opening. Het is een heel simpel recept. Eigenlijk iedereen kan het doen.
Ik open nog 2 packs, maar mensen, ontzettend bedankt naar... Niet met coins, het is zo automatisme. Bedankt voor het kijken naar mijn eerste FIFA 16 video. Dit keer hebben we niks goeds gepakt. Alsnog zou het chill zijn als jullie een likeje achter willen laten... voor het feit dat ik dus zeg maar nu FIFA Points moet gebruiken en zo. Dus dat is ook voor mij en voor andere YouTubers best iets om over na te denken. Maar mensen, laatste pack. Hopelijk krijgen we er iets goeds uit. Ik ga met die 40.000 coins denk ik wel een oké starter team kunnen maken. Je wordt ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. A like is awesome zijn. Je kan me volgen op Twitter en op Instagram. Laatste pack. Santos, wie is dat? Daar heb ik nog nooit van gehoord. En hij is zo traag als zaad. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze pack opening. Vond je dat leuk? Laat een like achter. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je mij enorm mee. En dan check ik jullie allemaal later bij de volgende video. Ciao, gast.